Is er nog hoop voor de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh? Welkom bij Uitgelicht. Bijna 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen zitten in kampen in Bangladesh. Al 3 jaar zitten zij in een schrijnende situatie. En uitzicht op een beter leven lijkt nog ver weg. De Bengaalse overheid kan die 1 miljoen vluchtelingen niet helpen. Daarover praat ik straks verder met Marta Zonneveld van Stichting TIER. Maar eerst dit. Het aantal doodgeboren baby's in Nederland is sterk gedaald. 20 jaar geleden ging het nog om 1000 doodgeboren baby's per jaar. Nu zijn het er nog 400. Daarover praat ik verder met ethicus Theo Boer. Meneer Boer, welkom. Dank u. Hoe verklaart u dat verschil? Dat er 20 jaar geleden 1000 baby's dood werden geboren en vandaag de dag nog 400? Ik denk dat het 2 oorzaken heeft. De eerste is dat de zorg voor kinderen voor de geboorte gewoon sterk is verbeterd. Men weet veel beter te bepalen wat er aan de hand is en kan dan ook een goede behandeling geven. Dat is 1. Het tweede is dat handicaps die zeer ernstig zijn nogal eens op voorhand worden ontdekt en dan wordt besloten tot een selectieve abortus. Mm-hmm. Dus in dit geval is dus een kind met een ernstig handicap. Wat betekent dat zij niet onder de statistieken van de doodgeboren kinderen vallen. Mm-hmm. Ja, u noemt inderdaad dat verschil hè, tussen kinderen die geaborteerd worden en kinderen die doodgeboren worden. Nu is het zo dat in Nederland gemiddeld zo'n 30.000 kinderen per jaar worden geaborteerd. Waarom worden zij niet meegenomen in deze cijfers? Die worden wel meegenomen in de cijfers, maar dat is dus een andere statistiek. De abortussen, u hebt gelijk, dat zijn er 30.000 per jaar. En die tendens is toch wel licht stijgende, ondanks alle goede voorbehoedsmiddelen die we hebben. Ja. Doodgeboren kinderen of kinderen die rondom de geboorte sterven is echt een andere statistiek. Mm-hmm. Wat is de definitie van een doodgeboorte? Definitie van een doodgeboorte. Ik denk dat je zou kunnen zeggen, houdt verband met de intentie van de ouders. Namelijk, willen zij dat kind graag houden en sterft het desondanks, dan heet het doodgeboren of gestorven. Is het zo dat het in het derde trimester, dus dat is de laatste 3 maanden van de zwangerschap, wordt geaborteerd, dan geldt het niet als doodgeboren, maar dan heet het officieel beëindiging of afbreking van de zwangerschap. Dus het gaat uitsluitend over de intentie van de ouders. Willen zij de baby houden, ja of nee? Dat is feitelijk het belangrijkste verschil. Ja, nu is het zo sinds vorig jaar dat ouders die een kind hebben wat doodgeboren is of zelfs geaborteerd is, naar de burgerlijke stand kunnen gaan om daar hun kind aan te geven. Dus bij de burgerlijke stand lijkt dat onderscheid niet zo gemaakt te worden. Nee, dat klopt. En dat is een heel aparte ontwikkeling natuurlijk, want het is D66 die juist sterk aandringt op de autonomie van de vrouw, dus ook het recht om een zwangerschap af te breken tot heel laat in de zwangerschap. En tegelijkertijd dezelfde partij is die zegt, we willen mensen die over een kindje treuren en rouwen, willen we de gelegenheid geven om dat in te laten schrijven. Het is een hele, hele merkwaardige beweging en dat betekent, dat is belangrijk, dat voor D66... een kind zijn status echt afhangt van de vraag wat de ouders ervan vinden en wat de ouders ermee willen. Ja, want u bent zelf ethicus. Hoe duidt u dat dan, dat verschil, dat de intentie van de ouders, dat dat bepalend is eigenlijk voor een status van een baby? Nou, je moet natuurlijk zeggen dat er is wel een verschil tussen een geboren en een ongeboren kind in dat opzicht. Ik ben erg sceptisch over abortus, maar er is een verschil in die zin dat een ongeboren kind natuurlijk toch in zekere zin ook nog een deel is van het lichaam van de vrouw. Daarom vieren wij ook de verjaardagen als geboortedag. Ja. Niet de dag dat het hartje ging kloppen of de dag dat de levensvatbaarheid aantrad. Dus dat snap ik wel. Maar dat gezegd hebben, dan moet je natuurlijk zeggen dat het triest is en zorgwekkend dat de status van ongeboren leven afhangt van ons gevoel en onze ervaringen erbij in plaats van dat wat het werkelijk is. Ja, bedankt voor uw toelichting, Theo Boer. De Rohingya zitten sinds 2017 al vast in een vluchtelingenkamp in Bangladesh. En de situatie wordt steeds onmenselijker. Daarover praat ik door met Marta Zonneveld van Stichting TIER. Mevrouw Zonneveld, welkom. Dank je.
Hoe schrijnend is de situatie van de Rohingya in Bangladesh op dit moment? Ja, heel schrijnend. Het is zo dat zo'n miljoen mensen sinds 2017 in Zuid-Bangladesh in grote kampen zitten. Mm-hmm. Zij zijn daar afhankelijk van noodhulp. En omdat zij geen paspoort hebben, dus zowel niet van het land waar ze vandaan komen, Myanmar, als van Bangladesh. Zijn ze eigenlijk een soort stateloze burgers geworden? Klopt, ja. Ze komen uit Myanmar. Wat voor bevolkingsgroep zijn de Rohingya eigenlijk? Ja, het is een islamitische minderheid die in Myanmar leefde. En vanuit een binnenlands conflict, zijn ze uiteindelijk verjaagd op een hele gewelddadige en gruwelijke manier. Mm-hmm. Nu is het opmerkelijk dat Bangladesh ook een islamitisch land is, overwegend islamitisch. Waarom lijkt die ontvangst in dat land dan zo koud? Nou, we kunnen niet zeggen dat de ontvangst koud is. Mm-hmm. Dus eerlijk gezegd is wat ik daar heb gezien heel bewonderenswaardig. Dus er zijn een miljoen mensen het land ingekomen. En die waren daar op zich welkom. En die worden daar ook verzorgd. Ook natuurlijk door heel veel organisaties. Maar ook de Bengaalse overheid bekommert zich over de Rohingya. Mm-hmm. Het is alleen niet zo dat een land als Bangladesh zomaar een miljoen monden extra kan voeden. Mm-hmm. Dus de Bengaalse overheid staat het niet toe dat deze mensen ook een Bengaalse identiteit krijgen. En ook aan het werk mogen in Bangladesh. Mm-hmm. Wat is dan het idee erachter dat die mensen uiteindelijk terug zouden moeten naar Myanmar? Ja, dat is de hoop eigenlijk van de meeste Rohingya ook. Zij willen heel graag gewoon weer terug. Het is alleen zo dat dat op dit moment niet kan, omdat er geen veiligheid is. En daarnaast is er veel trauma. Bij vrijwel iedereen in dat kamp zijn grote trauma's. Ja, nu is het wel opmerkelijk dat de Bengaalse overheid, of in ieder geval dat er een hek met prikkeldraad om het kamp heen is gebouwd. Dat voelt niet echt als een warm welkom in dat land. Nee, en dat heeft ook te maken met wat ik net al benoemde. Hè. De Rohingya die gingen toch verder Bangladesh in en wilden ook gewoon toch aan het werken. Wat heel logisch is, je hebt ook gewoon je inkomen nodig. Ze zitten er al 3 jaar tenslotte. Ja, precies. En elke keer als Rohingya weer gevonden werden, werden ze weer teruggebracht naar het kamp. En het leverde gewoon heel veel spanning op, ook met de directe omgeving van de kampen. Waar banen steeds schaarser werden en ook allerlei levensmiddelen ook steeds schaarser worden. En als de Rohingya daar gewoon heel veel gebruik van maken en waardoor de lonen stijgen. Dan gaat het ook weer ten koste van andere bevolkingsgroepen. Ja. Nu zijn de Rohingya niet alleen naar Bangladesh gevlucht, maar er zijn vorige maand ook honderden Rohingya naar Indonesië gegaan. Hoe wordt daar in Indonesië mee omgegaan? Daar is ook geen warm welkom. En het feit dat men dus in bootjes gaat en de zee opgaat, dat beeld dat wij ook wel kennen vanuit de Middellandse. Ja, precies. Dat geeft wel aan dat het voor de Rohingya een onhoudbare situatie is en dat er veel wanhoop is. Maar goed, de omliggende landen zijn ook niet heel blij met zoveel extra mensen die daar stateloos aankomen en ook een inkomen nodig hebben. Ja, dus wat voor rol speelt corona in dit geheel? Corona heeft de situatie natuurlijk verergerd en dat is vooral ook op individueel gebied. Dus je moet je voorstellen dat gezinnen dus al jarenlang in tenten wonen. Met veel mensen in een kleine ruimte die ook niet comfortabel is. En nu komt daar dus de angst voor het virus bij. Is die angst gegrond? Zijn er uitbraken van corona in het kamp? Ja, er zijn uitbraken en mensen zijn bang om naar gezondheidspost te gaan, omdat ze verwachten dat je juist daar ziek wordt, omdat daar zieke mensen zijn. En daarnaast zijn er gewoon heel weinig sanitaire voorzieningen in het kamp. Dat is dus nauwelijks toereikend. Dus hygiëne is ook een probleem. Precies, Doet de Nederlandse overheid eigenlijk iets voor deze groep vluchtelingen? Ja, zij hebben in voorgaande jaren ook grote noodhulpprogramma's gefinancierd. Specifiek voor de Rohingya? Ja, specifiek voor de Rohingya. En zij zijn ook betrokken bij de rechtszaak die Gambia heeft aangespannen tegen Myanmar. En zij ondersteunen ook dat proces. Dus inderdaad wil onze Nederlandse overheid ook proberen om bij te dragen aan een stuk beweging daarin. En een stuk stabiliteit misschien, zodat ze uiteindelijk weer zouden kunnen terugkeren. Ja, er moet echt iets gebeuren om te zorgen dat ze weer terug kunnen.
Ja. Jammer, ja. U werkt voor de organisatie TIER en die helpen ook de Rohingya sinds 2017. Wat is eigenlijk de reden dat uw organisatie heeft besloten om deze groep te helpen? Wij zijn al heel lang werkzaam in Bangladesh en dan heb ik het over structurele ontwikkelingsprojecten. En toen deze crisis kwam, toen konden wij onze ogen daar niet voor dicht doen. Dus je kunt niet wegkijken van zoiets. En mensen zijn afhankelijk van hun elementaire levensbehoeften. Ze zijn afhankelijk van noodhulp. Dus dat bieden wij als organisatie ook. Mm-hmm. Dus wij zijn gecommitteerd om daar noodhulp te verlenen, zolang het nodig is. U bent een actie begonnen, de actie hashtag Ik Besta Niet. Dat wat op zich een hele aparte hashtag is, want die mensen bestaan wel. Maar waarom heeft u het zo genoemd? Omdat zij geen paspoort hebben, geen identiteitsbewijs. En daarnaast is er geen media eigenlijk, nauwelijks media aandacht voor deze crisis. Hoe dus komt in dat? Die zin zien we ze niet. Het nieuws is er af. Ja. Wat is er nog nieuw? Het is al sinds 2017 dat deze mensen in de kampen zitten. Dus het is eigenlijk geen nieuws meer. Mm-hmm. Dus wij willen heel graag aandacht vragen voor deze grootste vluchtelingencrisis ter wereld. Ja, dus TIER doet dat samen onder andere met EO Metterdaad en met Museum for Humanity. Waarom eigenlijk deze samenwerking? Ja, het is eigenlijk heel mooi tot stand gekomen. Hè. Vanwege de coronacrisis kunnen we allemaal niet reizen. En dat dus ook belemmert... geen filmploegen die kant op. Precies, ja. Dus dat belemmert ons om zichtbaar te maken wat er daar speelt. Mm. Toch willen we dat heel graag. Het is ook nodig dat dit zichtbaar wordt. Dus we hebben beelden die EO Metterdaad in 2018 heeft gemaakt. Samengevoegd met de foto's die Ruben Timman van Museum for Humanity eind 2019 heeft gemaakt. Mm-hmm. En daar actuele filmpjes aan toegevoegd. En daarmee een heel mooi compleet beeld kunnen geven van wat er daar aan de hand is. Ja, waarom nu? Omdat het geld bijna op is. Mm-hmm. Dus onze noodhulp loopt nog tot eind van dit jaar, tot eind december. En dan is ons geld op en de crisis is niet voorbij. Nee. Dus wij willen als TIER heel graag die noodhulp blijven verlenen, zolang als dat nodig is. Mm-hmm. Dus eigenlijk totdat er beweging komt en mensen een normaal bestaan kunnen gaan opbouwen. Ja. Nu wil TIER hoop bieden aan die mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven. Zien die mensen zelf ook nog sprankjes hoop? Dat is moeilijk. Mm. En dat merkte ik ook toen ik daar was en in gesprek was met Rohingya. Je ziet heel veel pijn en verdriet, dat sowieso. Dus het is een lange weg om te herstellen van de trauma's die je opdoet in zo'n geval. Ja. Maar ook, wat is de toekomst? Hè? Waar is het perspectief? Waar ga je naartoe? Ja. En er is een grote mate van zinloosheid en hopeloosheid in de kampen. Als u zelf die hulpverlening doet of uw organisatie, hoe houden uw medewerkers dan hoop? Day by day. Mm-hmm. En dat leren we ook juist van de mensen die moeten overleven in dit soort situaties. Ja. Je wilt wel, maar je kunt niet te ver vooruit kijken. Dus dan is het dag voor dag helpen. Dag voor dag. Ja. Tot slot, als de kijkers thuis denken van ik wil ook wat doen, hoe kunnen mensen helpen? Deze actie delen, dat zou heel mooi zijn. EO Metterdaad heeft 3 prachtige afleveringen gemaakt. Dus als die gedeeld worden en bekeken worden, dan kunnen we met elkaar meer zichtbaar maken hoe afschuwelijk het daar is. Ja. Verder kunnen mensen ook op bezoek naar het museum, die een hele mooie expositie hebben. Museum maar vooral for Humanity. In Zaandam, gratis toegang. En daarnaast zijn we natuurlijk... We moeten bijna gaan afronden. Oh ja, daarnaast willen we heel graag donaties ontvangen. We hebben geld nodig om onze noodhulp voor te zetten. Dus, mooi, dank voor uw toelichting. Marta Zonneveld van Stichting TIER. U thuis ook bedankt voor het kijken. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele fijne avond.